ben Steven van Bellegem, auteur van de Conversation Manager en Conversation Company. Het verhaal dat ik net gebracht heb, gaat eigenlijk over hoe kan je ervoor zorgen dat klanten positief over jou gaan praten. En niet alleen klanten, maar ook medewerkers. Omdat dat een volledig beeld van een organisatie schept. Als je erin slaagt je klanten positief over jou te laten praten en jouw medewerkers, dan is het gevolg dat je uiteindelijk beloond wordt met geld. Klanten zullen bij jou beginnen kopen. De uitdaging is echter om dat te beginnen managen. De meeste bedrijven managen word of mouth niet, waardoor ze een groot onderbenut conversatiepotentieel hebben. En in mijn verhaal ga ik in op vier methodes die je hebt om dat te doen. Het eerste is de klantenbeleving, de customer experience. Zorg dat dat conversatiewaardig gebeurt. Klein beetje meer doen dan wat ze verwachten. Ga de conversatie aan, luister naar wat mensen zeggen, maar praat ook mee. Bied ze ook content. Veel mensen willen iets zeggen, maar weten niet wat. Dus als je hen iets geeft om over te praten, gaan ze dat ook doen. En de laatste gaat over samenwerken, collaboration. Probeer mensen uit de buitenkant bij mensen van de binnenkant te brengen om samen de toekomst van een bedrijf te maken. En zo zie ik marketing van de future. Gewoon een top ervaring neerzetten, goede content bieden, een gesprek aangaan en vooral samen aan de toekomst gaan werken. En ik denk voor de financiële industrie zit er op alle vier die elementen wel een uitdaging om niet zozeer intern te kijken, maar extern gefocust aan de slag te gaan en daar extreem in te zijn. En ik denk dat Rabobank heeft mooie waarden. Maar misschien kunnen jullie ze extremer toepassen in wat je doet, met als doel dat conversatiepotentieel te maximaliseren.